Twee bommas op weg. Twee bommas met een onuitputtelijke garderobe. Ze is alleen niet meer van deze tijd, zie ik. Ze toveren iedere keer weer een ander typetje uit de kast. In welke rol zullen ze vandaag zitten? Kijk u maar en geniet van dit verfrissend theater en luchtig entertainment van Theater Flats. Even een sprintje trekken. Ondanks het feit dat het er hier allemaal feestelijk uitziet, is het soms ook een echte ramp met ons mannetjes. Maar meestal valt dat wel mee, zijn. Ook nu ze de ramp uit het woordenboek Engels hebben geplukt, ja, dan heb je dit. Kusjes uithalen, krachten meten of gewoon met je skateboard onder de armen wat netwerken. En het blijft ook wel een beetje een wedstrijd. Zowel het skaten als het show. Het is feest, dat is hier nog nooit zo plezant geweest. De kids uit Buurtschap BTM weten wat dat feesten is. En volgens goed ingelichte bronnen weten ze het eigenlijk een beetje te goed. Want elke reden om te feesten wordt dan ook met beide handen aangenomen. Dus ook de verjaardag van onze Corso. We willen dat er vanavond en morgenavond nog stevig zal gefeest worden in Loenhout. En ik verzeker u, BTM zal dan de dans leiden. Waar is Wally? Kijk waar hij is, dan heb je hem zo gevonden. Soms kan je dat zo hebben. Je hebt ergens iets gezet, maar je weet niet meer waar. En dan is het zoeken, zeggen we. Zoeken om te vinden, of vinden zonder te zoeken. Soms vind je pas als je stopt met zoeken. Maar eigenlijk hoef je niet te zoeken. Je moet vinden. Zuidhoek brengt met Waar is Wally een hersentrainende bezigheid. Goed bezig. Laat ons onze hersenen trainen. We hebben ze nodig. Of anders bekeken.
De jury is afgeleid, ze zoeken Wally, vergeten de schoonheid van deze creatie in zich op te nemen of houden ze een focus? We schrijven september 1952. Groot feest in Loenhout. Want eindelijk is de nieuwe weg tussen Loenhout en Brecht klaar. Om dit te vieren trekt de stoet van Op de Nuffel naar de gemeentegrens met Brecht. En kinderen werden gevraagd hun fiets, stip of kaart te versieren met dahliabloemen. Want die stonden toen zo goed als in elke hof. Harmonie Heidegaal zorgde voor de muzikale nood en de middenstand voor snoep en een financiële bijdrage. Jawel, elk kind, en hoor goed, elk kind kreeg 5 frank. Dat is zo ongeveer 12 eurocent. En een traditie was geboren, vandaag voor de 70ste keer.